Als je te horen krijgt dat je HIV hebt, krijg je te maken met een storm van gevoelens. Heftige schrik, paniek, angst, verdriet, ongeloof, kwaadheid, schuldgevoel. Iedereen reageert op zijn of haar eigen manier. Je wereld staat even stil. Hoe moet het nu verder? Het kost tijd om zo'n bericht te verwerken. HIV vermindert je afweer. Zonder medicijnen kun je na korte of langere tijd AIDS krijgen met huidinfecties, longontsteking, dementie of kanker. Maar zover komt het gelukkig meestal niet meer. HIV is namelijk heel goed te behandelen. Het is niet te genezen, maar de medicijnen kunnen ervoor zorgen dat het virus niet meer in je bloed zit en dat je dus geen klachten hebt en ook geen AIDS krijgt. Je moet de medicijnen je hele leven en elke dag gebruiken. En er is een kleine kans op bijwerkingen zoals diarree, misselijkheid, somberheid, minder zin in seks en een hoog cholesterol. Maar het houdt HIV uit je bloed. Je sekspartners van vroeger en nu moeten weten dat zij misschien ook HIV hebben. Je kunt dat zelf doen, maar misschien vind je dat lastig. Zie je er tegenop? Dan kun je het e-mailadres of mobiele nummer van je partners aan de GGD doorgeven. Die kunnen de partners waarschuwen zonder dat ze vertellen van wie de waarschuwing komt. Als je HIV hebt, ga je naar een ziekenhuis dat hierin gespecialiseerd is. We noemen dat een HIV-behandelcentrum. Je huisarts kan je verwijzen. In het ziekenhuis word je onderzocht en krijg je HIV-medicijnen. Het is belangrijk om zo snel mogelijk te starten met de medicijnen en ze trouw te slikken. Met bloedonderzoek wordt gekeken of het virus verdwijnt. Als HIV tenminste een half jaar niet meer in je bloed te vinden is en je slikt je HIV-medicijnen trouw, kun je HIV niet meer overdragen, ook niet aan sekspartners. Vallen de bijwerkingen mee en helpen de medicijnen goed? Dan wordt de behandeling een deel van je leven en kan je weer kijken naar een positieve toekomst.